because all our information, or much of our information, is acquired by public money. Yeah. So it should be open and it should be accessible, available, worldwide. De filosofie is dat wetenschap vrij toegankelijk moet zijn voor iedereen. De belastingbetaler betaalt natuurlijk grotendeels de wetenschap en heeft er eigenlijk ook recht op om dan weer te kunnen zien wat de resultaten zijn. De kracht van open access is dat het wetenschap vrij toegankelijk maakt voor iedereen die het wil lezen. The open access movement, as I call it, is a very attractive way of reducing those costs. Yeah. While maintaining an adequate distribution of academic and scholarly information. Therefore, we decided to start with an open access journal because that really provides no barriers for the dissemination of the results of the articles, and therefore I think the research system, the social science researcher, profit in an optimal way from the journal. Okay. People may use the same data set for things that we were not looking for things that they want to use for their studies, and so generate new science with the same scientific data. Ik heb zelf al verschillende artikelen gepubliceerd in open access tijdschriften. Op de website van het tijdschrift PLOS ONE kan ik het artikel opzoeken wat gepubliceerd is door mijn groep in februari 2009. En dan zie ik dat het 1741 keer bekeken is en 425 keer gedownload en 7 keer geciteerd is door andere wetenschappelijke artikelen. Let's keep our copyright, let's put our publications online available in repositories, let's choose the journals that have the best open access policies, and let's create new open access journals, and at some point in the future there will be no distinction whatsoever between prestige and open access. So the future is open access.